Met een achterstand voor Groundhogs zijn we hier begonnen aan het tweede bedrijf van deze vermakelijke wedstrijd. Quincy Promes. Mag door van Thiago Silva. Hij mag nu best gelijk maken. En de gelijke stand is terug. Doelpunt! Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Oh, goede bal. Over de vleugel. Raúl Jiménez. Bal gaat rond. Wachten op dat gaatje. Kunnen ze dit snel uitspelen? Maken ze nog gebruik van die ruimte? Ja, die is goed raak zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Dit is nog eens omschakelen. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Maar op de een of andere manier weet hij toch aan ze te ontsnappen en op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Ah, dit is een heerlijke goal. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1.